Ja, vandaag een zomerse en vooral smakelijke man op Zuid. Over de mannen achter de ijskar hier op de vuurplaat en hun nieuwe vestiging, de ijscontainer, bij de Kuip. De broers Mouloud en Hadid. Eigenlijk waren ze voorbestemd voor een leven in de bancaire sector, maar dat werd dus heel iets anders. En dat is niet de enige grote verandering, want als kleuters kwamen ze vanuit Marokko naar Rotterdam voor een jeugd op het Noordereiland. Ja, nou, hier is het allemaal begonnen. Hier is het allemaal begonnen? Ja, ja, hier ben ik. Hier heb ik op school gezeten, de basisschool. Openbare basisschool Noorderrijnland. Hadid, hoe oud was jij toen je hier op school zat? Ja, ik was 4 jaar. Dus ik kan me er eigenlijk heel weinig van herinneren. Behalve dat ik, toen ik in die klas werd gezet, in groep 1, dat ik heel erg veel moest huilen. Nou, bijzondere situatie voor jou, hè? Ja, voor mij een hele bijzondere situatie geweest inderdaad. Omdat ik natuurlijk vanuit Marokko als 4-jarige hier naartoe kom. Voor mij een hele verandering geweest. En dat vond ik niet fijn. Want ik wilde teruggaan naar Marokko. Toen kwam je hier op het Noordereiland, in de klas, de kleuterklas. Ja, inderdaad. Toen kwam ik dus inderdaad hier in de kleuterklas. En ik wilde per se naar mijn broer toe gaan. Naar mijn grotere broer. Ja, ik kwam nog huilend binnen in mijn klas. Ik wist ook niet wat ik moest doen. Ja. Voor mij was het ook nieuw. Maar wel heel bijzonder om weer terug te zijn hier. Ja. Het lijkt zo klein, maar de beleving destijds was natuurlijk van dat het allemaal zo groot en anders en nieuw was. En ik kan me dat wel heel goed herinneren nog. Hoe we dan hier hand in hand naar buiten liepen en weer terug. En de pauzes hierachter. Bijzonder moment. Uit Marokko, hier neergestreken op het Noordereiland. Ja. Hoe was je jeugd? Nou, ik heb mijn jeugd uiteindelijk hier op Noordereiland was heel fijn geweest. Dus dat was heel leuk. Ik heb hier een hele leuke tijd meegemaakt. Heel veel met mijn broer opgetrokken hier, want ja, we waren echt. Wat deden jullie overdag? Overdag heel vaak spelen en soms ook wel gekke dingen, doen. Vertel eens. Nou ja, kattenkwaad, soms aanbellen bij mensen en dan weglopen, weet je wel. Dus dat soort dingetjes. Maar ook gewoon heel veel, veel voetballen en veel samen optrekken. Onze nieuwste aanwinst waar we heel erg trots op zijn. Zo vlak naast de Kuip, hè? Bijzondere locatie. Een container, een zeecontainer wel te verstaan. En dat allemaal een stukje historie eigenlijk terugbrengen. En Rotterdam toch een havenstad. Waar. Ja, de ademt inderdaad de haven. Want dit is ook het is ook het mooie van deze container. Het is een gebruikte container. Het is geen, een gebruikte, ja? Ja, het is geen nieuwe container. Dus dat maakt het ook wel bijzonder. Deze heeft waarschijnlijk ongetwijfeld de hele wereld rondgevaren. Ja, en nu staat hij hier met een heerlijk ijsje of koffie. Zijn jullie jongens van Zuid? Echte jongens van Zuid? Wij zijn echte jongens van Zuid. We zijn ook hier echt opgegroeid op Zuid, op het Noordereiland. Ook echte Feyenoorders. Ja. En we zijn heel blij en trots dat we naast Feyenoord mogen staan. Ja. Ja. Want dat jullie twee ijszaken op Zuid staan is geen toeval eigenlijk? Nee, absoluut. Is het bewust geweest ook? Bewust geweest, ja. Ja. En nogmaals, wat Havid ook aangeeft, we zijn echt opgegroeid in Rotterdam-Zuid. Ik weet niet beter. Zodra ik over de brug ga, dan voelt het al een beetje eng voor mij. Wil ik weer terug naar Zuid. Ja, kijk, ik denk ook het mooie van Rotterdam-Zuid is omdat wij het natuurlijk ook hebben gekend zoals het vroeger was. Er is natuurlijk zoveel veranderd in Rotterdam-Zuid, wat zoveel kansen biedt. En zo zijn we eigenlijk, als ondernemer hebben we die stap genomen om hier iets met ijs te doen. Mouloud, je moet even vertellen, als je dit zo ziet, wat voor herinnering komt er dan boven? Die naar boven komt, was het Sinterklaasfeestje. Voor mij totaal nieuw, van wie is die man met die baard en wat komt hij doen? En, die hadden ze niet in Marokko? Nee, die hadden ze. Je had wel mensen met een baard, maar niet die meneer. Wat zag je hier? Nou, we liepen deze kant op, hand in hand natuurlijk. Je had altijd wel een maatje. Je moest altijd in een rij lopen. Het eerste wat mij opviel was een zwarte piet die van boven naar beneden. En ik geloofde echt gewoon, ja, Sinterklaas op het dak, zwarte piet ook. En die kwam hier naar beneden aan een touw? Die kwam naar beneden aan een touw en dat was voor mij wel een bijzonder moment. Dus het eerste wat ik herinner of zie als ik dit pand zie, is dat moment. Ja. Je dacht natuurlijk, wat is dit? Ja, het gebeurt hier. Ja, alles is nieuw natuurlijk. Ook het Sinterklaasfeestje. Welkom in Nederland. Ja, inderdaad. Verandering is goed. Verandering is goed. Dat leerde je als jongetje van 4 ook. Dat leerde ik inderdaad. Ook al doet het soms wel pijn. Ook al doet het pijn, maar verandering is goed. Want je wordt er alleen maar beter van. Ja.
En ik moet toch even zeggen, jullie hebben allebei een hele flinke hbo-opleiding. Een achtergrond in de bankwereld. En dan ineens over verandering gesproken, het ijs in. IJs in, ja, klopt. Je zou zeggen, hoe verzin je het? Maar het is toch echt zo. Het is ooit opgegooid als een grapje, joh. What's next? Volgende verandering. IJsjes verkopen. IJsjes verkopen was het. Ja, goed idee. Laten we daarover nadenken. Nooit meer op teruggekomen, tot dat een moment dat je weer gedwongen bent om iets anders te doen. Weer uit je comfortzone en weer verder kijken. En toen keken we elkaar weer lacherig aan van, moeten we niet eens ijsjes gaan verkopen? En voor we het wisten zaten we er middenin. Zo is het gegaan. Jongens, we moeten snel zijn, hè, voordat hij gaat smelten. Wat zeggen we? Proost! Proost! Proost. Lekker hoor.